Dit is een oefenopgave voor de 3F-rekentoets. Wil je de opgave eerst zelf maken? Pauzeer dan de instructie. Bij deze som zien we een verhouding tussen afstand en tijd. We maken dus een verhoudingstabel. En met die verhoudingstabel rekenen we de afstand uit van 25 km over met een snelheid van 120 km per uur en met een snelheid van 130 km per uur. We gaan eerst rekenen naar een afstand van kilometer per uur en dat rekenen we om naar seconden, omdat het antwoord wordt gevraagd in seconden. We hebben dus 120 kilometer een afstand in 1 uur, de tijd, en 1 uur is 3600 seconden. We maken dus van de tijd nu 3600 seconden. We hebben een afstand in kilometers en een tijd in seconden. We willen weten hoeveel 25 kilometer is. We moeten 120 delen door 120 om aan 1 te komen, keer 25 om aan 25 te komen. Onder en boven hetzelfde doen, dus 3600 gedeeld door 120 keer 25 is 750 seconden. De afstand van 120 km per uur is dus 750 seconden. We gaan nu met 130 km per uur hetzelfde doen. 130 km per uur omrekenen naar 25 is gedeeld door 130 keer 25 en we doen met 3600 hetzelfde. 3600 gedeeld door 130 keer 25 is 692,31 seconden. Ook dit schrijven we op. We moeten het verschil tussen deze twee snelheden weten. Dus 750 min 692,31 is 57,69 seconden. Dit vullen we in. Je mag ook afronden op 58 seconden. Alles tussen deze twee getallen in wordt goed gerekend.